Ja, het jachtseizoen op ganzen sluit 31 oktober. En de Europese vogelrichtlijn geeft aan dat de beste tijd om op ganzen te jagen in Nederland is van juli, tweede week van juli tot januari. En wij zouden graag als jagersvereniging zien dat het ganzenseizoen wordt verlengd met de herfst en de winter. Ah, dan net daar blijven, hè? Precies op 50, 60 meter. De tijd dat er veel vraag is naar ganzen. En de tijd waarin wij als jagers toch in het veld zijn om bijvoorbeeld hazen en eenden te schieten. En de tijd waarin er geen vee in de wei loopt, dat is nu ook al het geval. En de tijd waarin het gewoon lekker koud is, waar je een gans naast je neer kan leggen en je nog een uurtje kan blijven zitten. Als je in de zomer een gans schiet, moet je gelijk in de auto stappen naar de koeling rijden, anders is hij bedorven. En we schieten ganzen niet om ze te laten bederven. En nu kunnen we de schade in ieder geval de ganzen beter bestrijden. We mogen de hele dag op de ganzen jagen, ook hier in de uiterwaarden. En we zien ook dat gewoon de aantallen door de laatste jaren teruglopen. Dus zijn we toch, doordat we zo fanatiek achter die ganzen aanzitten, dat de aantallen afgenomen zijn en dat de schade ook hopelijk minder wordt. Hier is het nog behoorlijk wat schade, maar toch... ja, minder als voor een paar jaar terug. Ja, wat ik graag gebruik, en ik jaag ook in Brabant en Utrecht en daar mag ik hem gebruiken, dat is een lokfluit. Een fluit waarmee ik ganzengeluiden na kan doen, waar ik ganzen kan overtuigen van joh, hier is wat te doen, kom even kijken. En dat werkt heel goed, want ganzen die kijken heel goed waar is iets te doen. Nou, ik heb die lokkers hier staan. Uit. Hier zaten we vanochtend achteraan. En dat is een heel beest om te schieten qua grootte. En dan moet je hem wel goed binnen bereik hebben. Vandaar dat wij zeggen, als we twijfelen, laat maar vliegen alsjeblieft.